Luca Huytmakers proficiat, een tweede finale bereikt. Ja, dank je, super. Maar het leukste is nog, Luca Huytmakers stond dit weekend tweemaal op het ijs. Ja, ik ben blij dat ik weer op het ijs mag staan, als het zo goed gaat. Dus ja, super. Wil dat zeggen dat je helemaal genezen bent? Of, Ja, ik heb nog wat geen gevoel in de tanden hier en daar, maar voor de rest kan weer wat eten. Dus je hebt alleen wat kilo's verloren, 10 kilo afgevallen, maar komt langzaam weer op gang. Kerst komt eraan, dus kunnen we genoeg eten. En met een goede bescherming, dan kun je dat weer aan dan, zomaar op het ijs? Ja, voorlopig zou ik nog met bescherming. Er zijn toch dingen waar je van zegt, van daar ga ik liever niet op in? Ja, met de bescherming voor mijn gezicht valt het wel wat mee. Ja, het is alleen de kilo's nou en de conditie. Maar één ding moet heerlijk zijn, je bent er weer bij die groep. Ja, zeker. Super. Dat is het leukste wat je kan doen, toch? Ijshockey. Twee halve finales waar je van denkt van, nou daar lopen we overheen over Leeuwarden. Maar dat is niet gebeurd. Ja, ik denk vooral in Leeuwarden een beetje te makkelijk gedacht. En dan gaat het al snel fout. Gelukkig hebben we terecht getrokken en vandaag vooral de derde periode hebben we laten zien wat we kunnen. Ja, de derde periode, dat blijft gewoon een raadselachtig iets bij jullie. Ja, het lijkt wel of we steeds meer energie krijgen naarmate de wedstrijd gaat. Hoe zit het dan met jou, met jouw conditie? Heb je bijvoorbeeld nog doorgetraind om bepaalde omstandigheden? Of ben je krachtgang ingegaan? Ja, ik heb eigenlijk 8 weken niet veel kunnen doen. Ik heb niks kunnen eten, alles vloeibaar. Zoals ik al zei, 10 kilo afgevallen. Een beetje lopen, maar ik mocht geen kracht op mijn kaak zetten. Waardoor ik eigenlijk vrij weinig kon doen. Dus ik moet nu al een inhaalslag gaan maken. Nou, snapte ik één ding niet de afgelopen week. Ik zag steeds die selectie, die voorselectie van het nationale team voor het OKT. Dat volgende week is, en daar stond jij steeds bij. Ik denk bij mij, wat is die meester in doen? Luca is toch geblesseerd? Maar had hij met jou iets afgesproken? Ja, we hebben achter de schermen een beetje contact gehad en als ik fit zou zijn, zou ik me melden. Ja, ik ben niet helemaal fit, maar er is weer een extra training erbij, als we erbij kunnen zijn. Maar hij wil je wel graag erbij? Ja, we zullen zien. Eerst een paar trainingen en dan de volledige selectie. Dus kijken hoe het gaat. Nou, tegen een Thailand moet dat toch lukken of niet? Ja, hij moet lukken, maar Spanje is altijd lastig. Ja? Ja, afgelopen WK, of twee jaar geleden in Kroatië, hebben we toch een nippertje nog kunnen winnen. Dus ja, het bleef altijd lastig, taaie tegenstander. En Georgië, ja, daar weten jullie ook weinig van. Ja, weet je niet, maar ja, ligt dicht bij Rusland. Dus in doosblokken. Dus weet maar nooit wat ze bij zich hebben. Ja, maar in ieder geval, de supporters en jij zelf, ben natuurlijk hartstikke blij dat je er weer bij bent. Ja, zeker. Ik doe niks liever dan dit. Vanuit thuis morgen eigenlijk niet meer op de ijs staan, maar... Ik ben toch eigenwijs. Hey, en hoe voelt dat aan? Twee finales in één week bereiken. Ja, super. Lang hebben we zoiets niet meer gehad. En ja, ik geef een extra boost. Iedereen is happy. Zien we het liefste toch? Dus de komende weken wordt langzaam toegewerkt naar de finales? Ja, eerste kerst en dan langzaam opbouwen. En ja, het publiek ook steeds meer. Dat is ook super om te zien. Dit geeft ook een extra boost. Dus zesde man op de ijs. Hey, veel succes volgende week op het OKT. Ja, dank. We gaan ons best doen weer.